Welkom bij het NK Lego bouwen 2024. Go, 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 go! In deze aflevering strijden vier teams tegen elkaar voor een plek in de grote finale live tijdens Lego World in Utrecht. Ja, als je nou versteld bent, want die kopstok heet het in. De winnaars gaan naar huis met hun lengte in Lego sets, een reis naar Legoland en Lego House in Denemarken en de enige echte NK Lego trofee. Vandaag krijgen de teams een opdracht in het thema van Lego Dreams. En hierbij draait dus alles om dromen. En dit zijn de teams van deze week. Team Oranje, Noah, Justin en Noah. Team Groen met Timo, Yannick en Casper. Team Paars, Didi, Max en Fenne. En Team Blauw met Manuel, Damien en Thomas. Teams, welkom in de NK Lego Studio! Jullie krijgen straks één bouwopdracht waarbij twee teams door zullen gaan naar de challenge. En de winnaar van die challenge gaat naar de grote finale op Lego World! En we hebben vandaag een echte Lego-expert ingevlogen om jullie bouwwerken te beoordelen. Hier is Bob! Bob, welkom! Dankjewel. Wat gaan we bouwen vandaag? Ja, vandaag is tof, want het thema is Lego Dreams. En zeg je Lego Dreams, dan zeg je droombouwen. En dat is precies wat jullie vandaag gaan doen. Droombouw, de ultieme combinatie tussen een voertuig en een dier dat jullie kan gaan beschermen tegen de nachtmerriewezens. En natuurlijk bouwen jullie stevig, maar daarnaast wil ik ook het voertuig en het dier kunnen herkennen. Voor deze opdracht hebben jullie natuurlijk Lego nodig en die vinden jullie in de Brickmarkt hier achter mij. Daar vind je echt alle stenen die je nodig hebt om een waanzinnig bouwwerk te maken. Als ik zo om me heen kijk, zie ik allemaal Lego-experts en meesterbouwers. Dus voor een opdracht als deze hebben jullie genoeg aan 90 minuten. Heel veel succes. Ik ben in de Brickmarkt. Hoi, hoi. Ik hoop dat jullie aan 90 minuten genoeg hebben, want we gaan beginnen in 5, 4, 3, 2, 1. Go, 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 go. Welkom in de Brickmarkt. Waar kan ik jullie mee helpen? Waarom? Het moet je beschermen tegen nachtmerries, hè? Er wordt overlegd ook. Dat is voor het eerst dat we dit zien. Normaal gaan teams altijd echt gewoon gelijk naar binnen rennen. Maar we zien nu echt dat vooral Team Groen vanaf het begin aan het plannen is. Ik ben benieuwd of we dat ook terug gaan zien in het bouwwerk. En ik ben vooral benieuwd of dat nou de winnende tactiek is. Maar ja, daarvoor moet je de video afkijken. Andere teams zijn al heel erg enthousiast aan het bouwen. Die zijn gelijk gerend en die zijn nu al begonnen. Jongens, ik zie heel veel kleine detailsteentjes. Hebben jullie al een beetje een idee van wat jullie willen gaan maken? Een rode panda-auto. Een rode panda-auto. Nice, leuk staartje ook. Cool. Heel veel succes. Jongens, ik zie jullie super druk bouwen. Vertel, wat is het plan? Vet. Hey jongens, wat is de tactiek? Wat zijn we aan het doen? Ja, we bouwen een ja, het is eigenlijk een tijger. Zet een monster truck in één. Een monster truck tijger. Ja. Lijp. Echt lijp. Ik maak dus een schoen en dan hoop ik dat de kids zo kunnen raden wat het is. Het lijkt nu nog op een boot, maar het komt vanzelf wel, toch? Hey jongens, wat gaan we bouwen? Wat is de tactiek? Ik was aan het praten. Jongens, ik ga het uit elkaar. Ik ga het uit elkaar halen. Jullie zijn helemaal opnieuw begonnen. Dat is een experiment. Oké, en wat gaat het dan worden nu? Alsnog die tijger. Een tijger? Ja. De eerste 30 minuten zijn ondertussen voorbij en bij heel veel teams staat er eigenlijk nog heel weinig. Ja, dus het wordt echt wel spannend hoe ze dit nog tot echt een volledig bouwwerk gaan maken. We zijn op de helft van de tijd. Zorg dat er over 45 minuten echt een goed, mooi, groot voertuigdier staat. Dit ben jij? Ja, een van deze twee. Ik weet nog niet wie Quinn en Aaron is. Ik wil degene met de cape en het zwaard zijn. Zie je dat, Quinn? Ik ben de coole van de twee. Ik zag het altijd zo. De kandidaten zijn lekker aan het bouwen, maar we hebben een klein prijsvraagje voor ze. En je kan ook wat winnen. Raad wat we hebben gebouwd en win een Lego trofee. Een schoen. Gefeliciteerd! Oké. Zachtjes. Schoen. Wat is dit? Dat is schoen. Is dat een schoen? Hebben jullie het al gehoord? Het is een schoen. Het lijkt op een schoen. Ja, het lijkt en ik had echt wel verwacht dat dit een stuk moeilijker zou zijn voor iedereen. Oké, Team Blauw, hoe gaat het? Goed, momenteel goed. Ja? Laat eens even zien. Ik zie nu, ik neem aan, de onderkant. Ja, dit is dus eigenlijk het liggen van de tijger. En dan zijn we hierop eigenlijk de kopie van de monster truck aan het maken. Goed en hier idee. Heb ik expres zoiets gedaan, zodat ik hier nog een hoofd op kan maken van de tijger. Zodat je ook ziet dat het een tijger is. Ja, want het is goed dat je het er nu bij zegt, want een tijger, ja, die
Voor mij heeft hij echt strepen en ik zie geen strepen. Zo'n typisch Lego Dreams element in je handen hebt, zou ik er ook zeker op stoppen. Ja, dat het echt Lego Dreams wordt. In de basis hebben jullie nog wel wat werk te doen, denk ik. Want ik zie hier een heel mooi groot bouwwerk ontstaan. Ja. Maar dat heeft niet echt te maken met het voertuig, toch? Als ik jullie was, zou ik echt nog heel veel moeite en steentjes en tijd daarin stoppen. Ja, heel veel succes! Het is een haai. Ja? Met een monstertruc. Een haaienmonstertruc. Kijk, wij als presentatoren hebben het natuurlijk super zwaar terwijl alle kindjes Lego aan het bouwen zijn. Ja. Dus het is wel goed en fijn dat wij ook een heel klein beetje kunnen uitrusten. Ja, en om lekker in het thema van Lego Dreams te blijven, gaan wij ook even naar Romeland. Hoe lang hebben ze nog? Ik weet niet, man. Half uur of zo. Nog een half uurtje over, jongens! Mochten jullie die bak meenemen? Kies anders even hoeveel, dan breng ik hem daarna terug. Zoveel. Zoveel? Dan zet ik hem terug, ja? Ja. Er zijn nog maar 5 minuten. Nog maar 3 minuten. Ja, als je nou versteld bent, want die komt er de hele tijd in. Wat vinden jullie van de zwarte achtergrond? Nee, doe maar niet. Dat kost te veel tijd. Zorg ervoor dat het echt mooi wordt, hè. Dus als er nog snel dingen moeten gebeuren, moet het nu nog snel gebeuren. Dit zijn echt de laatste kansen die je hebt. Jongens, minder aftellen, meer bouwen. Je hebt nu nog kans als er nog iets moet veranderen. Dan kan het snel, dan kan het nu nog. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Goed gedaan, jongens. Dan is het tijd om te gaan jureren. Team Oranje, vonden jullie dit leuk? Ja. Ja? Wat hebben jullie gebouwd? Een haaienmonstertruc. En er is een portaal waar alle monsters uitkomen en die haai die moet alle monsters verslaan. Ik begrijp dat de haaienmonstertruc hier door het portaal wil? Nee. Nee? De monsters komen juist uit en zo moet die komen helemaal eruit. Breken. Ik vind hem wel heel grappig. Jongens, ik zie een soort treinspoor. Ja? Dus lang geleden waren er deze duistere mensen en die probeerden het normale rijk probeerden ze allemaal te verwoesten en zo. Ja. Maar toen kwam er de treinslang aan en hier zit Quinn onder en Aaron op de top. Ja. Dit vind ik een hele goede toevoeging. Ja, ik vind hem heel leuk. Ik vind het heel goed geslaagd. Jullie laten heel goed de dreiging ook zien van het duister. Jullie hebben wel keihard gewerkt, jongens. En jullie moeten echt trots zijn op jullie zelf. Complimenten. Ja, goed gedaan, Team Groen. Dan gaan we kijken naar wat het andere team heeft gedaan. Team Blauw. Wij hebben er gekozen voor een tijger en een monstertruck in één. Ik zie er ook echt wel een tijger in. En de monstertruck is misschien wat lastiger, omdat de tijger natuurlijk de monstertruck doorbreekt. Je hebt eerst de wielen en dan een stuk tijger en dan weer een stuk monstertruck. Ik ben wel even benieuwd, hè. We hadden ook gezegd stevig bouwen. Dat hoofd, zit dat er al stevig op? Want dat vind ik een beetje spannend. Ja, het is ook best spannend, maar op zich... Niet aanzitten. Oh ja, dit beantwoordt mijn vraag eigenlijk al. Dankjewel. Team Paars, volgens mij zie ik daar een rode panda. Klopt dat? Ja. Nou, kijk. Een soort van oorlog om dit ei en de gevangenen. Ja. Dit is natuurlijk het ei en als die afgepakt wordt en als die in de handen van deze komt, gaat dus de hele wereld zo naar de duisternis. Mm-hmm. Naar de nachtmerries. Ja, dan wordt het een hele nachtmerriewereld. En dan heeft niemand meer fijne dromen. Ja. En dit hele, die kleurrijke zijn allemaal... Goederikken, fijne dromen. Ja. Bob, wat vind jij ervan? Okay. Ja, ik vind het een heel verhaal. Er is echt van alles aan de gang. Daardoor is het bouwwerk waar het om gaat wat kleiner. Maar dat hebben jullie dan weer opgelost door er een tweede bij te maken. Ja. Thanks guys. We gaan in ieder geval kijken naar de uitslag. Lekker jongens! Die hebben het allemaal echt super goed gedaan. Maar er zijn 2 teams die we meenemen naar de challenge. En de winnaar van die challenge gaat natuurlijk naar de grote finale op Lego World. Yes! Bob, er zijn 2 teams uitgekomen. Waarom deze 2? Het was heel lastig, want ik zie 4 bouwwerken staan waar jullie heel veel plezier mee hebben gehad. Echt hard aan hebben gewerkt en wat uiteindelijk toch ook kleine kunstwerkjes zijn geworden. En dan zijn er toch wel 2 teams die daar dan net boven de rest uitsteken. En dat zijn teams...
groen en paars. Ja! Ja! Gefeliciteerd, groen en paars. We nemen jullie dus mee naar de challenge. Aaron, kan jij goed ontwijken? Hoezo? Ah, blijkbaar niet. Tijd voor de challenge. De teams moeten binnen de tijd zoveel mogelijk zandlopers vinden en deze naar het droomportaal brengen. Onderweg zitten nachtmerriewezens verstopt om ze af te schieten met laserguns. Het team dat binnen de tijd de meeste zandlopers weet te brengen naar het droomportaal wint een plek in de finale op Lego World. Team Groen, jullie mogen beginnen in 3, 2, 1, go! De eerste zandlopers komen al binnen. De eerste twee zandlopers komen al binnen. De team Groen gaat als een speer. Wow, is wel lastig. Oké, jongens, team Groen die gaat echt super snel. Ze hebben al drie zandlopers binnen de eerste minuut hier in het droomportaal. Team op, kom op, kom op, kom op. Go, 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 go. Lekker. Snel. Doen jullie goed. Ze gaan als een speer. Ik ben af. Oh, de eerste persoon is afgeschoten. En hij moet de zandloper laten vallen. Dan gaat hij terug. En daar komt Timo alweer. Lekker, Timo. Ja, ze rennen gewoon. Ze gaan echt super hard. Ja, ja, weer af. Oh, oké, okay. Nu wordt het wel echt moeilijk. De nachtmerriewezens zijn nu echt, echt heel veel mensen aan het afschieten. Ze hebben al 11 zandlopers verzameld. Dat is echt heel erg veel. Ga. Daar heb je hem. Daar heb je hem. Ga. Timo! Ja! Ja, ja. Lekker, Yannick. Lekker. Hij gaat gewoon door de struiken. Oeh, Timo en Kasper zijn aan het zoeken. Kom op, hè, jongens, kom op. Het is nu goed zoeken. Heel goed zoeken. Oh, Yannick met een zandlopertje. Kijk, Yannick, op het laatste moment. Maar daar is Timo. Ja, Timo alweer. Lekker, Timo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De tijd is... Op. Team Groen heeft het super goed gedaan. Laten we kijken naar Team Paars. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Gaan we beginnen in 3, 2, 1, go! Holy moly, holy moly. Oh, wow. Ah. Binnen een minuut echt wel drie zandlopers. Dus ik ben benieuwd of Team Paars dat ook heeft. Paars pakt het wel heel voorzichtig aan, hoor. En ze gaan, daar komen de eerste paar zandlopers. En ze zijn nog steeds niet afgeschoten. Kom op, zet hem op, jongens. Kom op, leg hem de eerste. Ja, hij zit erin, hij mag erin. Ja, en terug naar de gele sokkel. Terug naar geel. Nee, nee. Nee. Lekker, daar komt de volgende. Daar komt er twee, kom op, goed zo, Max. Kom op, hè, jongens. Vergeet niet dat het team dat nu wint naar de finale gaat op Lego World. Oh, daar is Judy weer! Lekker! Goed zo! En hij mag erin. Ja, ja, jullie gaan echt super hard. Echt goed bezig. Ja, alweer. Het zit zo dicht bij elkaar. De teams zijn oprecht op hetzelfde tempo zandlopers aan het neerleggen. En het is gewoon, het is anyone's game, gewoon. Lekker jongens, en dan komt weer een zandloper. Pennen! Heel erg goed pennen. Goed hoor. Super hard, Max. En daar nog een zandloper. Heel erg goed bezig. Weer een zandloper. Zo, dit gaat ineens heel erg snel. Groen, hoe voelen jullie over je kansen? We weten het niet. Ja, we weten het niet. Er is nog alles mogelijk. Daar, Max, daar ligt er nog één. Jullie hebben nog maar een paar seconden over. Kom op, daarachter, daarachter. Kijken, kijken, kijken. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De tijd is op.
Team Groen, Team Paars. Eén van jullie twee heeft gewonnen. Vergeet niet, het gaat om een plek in de finale. Het winnende team heeft maar liefst 15 zandlopers verzameld. En dat team is... Paars! Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Jullie hebben het gedaan. High five. Tot volgende week.